Verheft uw hart tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is ook voor deze dienst in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw is, die eeuwig leeft en die nooit loslaat wat zijn hand begon. Liefde gemeente, liefde bruidspaar en familie, genade zij u en vrede van God onze hemelse Vader, door Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Welkom bruidspaar, wederzijdse ouders, familie, vrienden, fijn dat jullie er zijn. En we zongen net al een lied dat jullie heel graag wilden zingen op deze dag. En nu gaan we met elkaar Psalm 100 zingen. Dan zingen we de teksten uit die ik jullie iets meer dan een week geleden heb meegegeven. We zingen Psalm 100, vers 1 en vers 4. Zullen we in ons gebed tot God gaan. Heere, op deze prachtige dag zoeken wij uw aangezicht. Nu we zijn samengekomen in de kerk, waar twee mensen elkaar uit uw hand mogen ontvangen. Dank u wel, Heere, dat we dat zo ook mogen markeren. Dat net het ja-woord al klonk voor de burgerlijke overheid. En dat het straks ook heel in het bijzonder op deze plaats Gerard en Lydia nog een keer hun ja-woord mogen geven. We danken u, Heren, voor uw werk in hun leven. Iets meer dan een week geleden mochten ze ook hier voor in de kerk zijn. Mochten ze ook hun ja-woord geven. Ze willen u dienen. En dat willen ze ook doen als man en vrouw. Daar zijn we u dankbaar voor, Heren. Want van onszelf zoeken we u niet. Van onszelf hebben we geen zin om met u te leven. Maar daar waar u onze ogen opent voor uw grote genade, voor uw trouwe liefde en zorg, dan gaan we dat willen. Dank u wel dat u dat zo gewerkt heeft in hun leven, dat ze elkaar uit uw hand mogen ontvangen en dat we deze dag met elkaar mogen beleven. Dank u wel voor al uw zegeningen. En zou u ook uw zegen willen geven over deze dienst, over dat wat we met elkaar lezen, wat er gezongen wordt, wat er verkondigd wordt, wat er klinkt in het formulier. Heer, wilt u zo deze dienst gebruiken om ons te vormen en om uzelf te eren. Heer, wij bidden u, geeft u ons helder inzicht in wat er staat in Jozua 24. En geeft dat voor ons allemaal mag gelden, dat we u willen dienen. Heer, zegent u zo het bruidspaar, hun ouders, verdere familie, vrienden,
Mensen hier in de kerk, maar ook als we op afstand deze dienst meebeleven. Heer, wij bidden u om een goede dienst. En Heer, dan denken we niet alleen aan onszelf, maar dan kijken we ook naar de wereld om ons heen. Wat is er veel gebrokenheid, oorlog, problemen, verdriet, ook zorgen in relaties. Heer, wees u bij degene die een relatie hebben. Geef dat die relatie een relatie mag zijn met u. En wilt u ons nabij zijn als het misschien een moeilijke relatie is? Of als we het ingewikkeld vinden dat we alleen door het leven gaan? Heere, wilt u ons leiden? Geef dat we uw hand in ons leven mogen opmerken. En mogen weten dat, hoe het ook is, dat u onze God bent en dat wij van u zijn. Heere, werk zo met uw geest. Geef de boze geen plaats. Geef hem geen ruimte om deze dienst te verstoren. Maar geef dat we met elkaar ons mogen verwonderen en uw stem mogen verstaan. Heere, spreek zo en wij horen. Om Jezus wil. Amen. In de liturgie kunt u zien dat we nu gaan lezen uit Jozua 24. Dat gedeelte is het dus geworden. We gaan met elkaar vers 1 tot en met 28 lezen. Vervolgens zingen we uit Psalm 123 het eerste vers. Daarna verzamelde Jozua alle stammen van Israël in Sichem. En hij riep de oudsten van Israël, zijn stamhoofden, zijn rechters en zijn beambten. En zij stelden zich op voor het aangezicht van God. Toen zei Jozua tegen heel het volk, zo zegt de Heere, de God van Israël. Aan de overzijde van de rivier hebben uw vaderen van oude tijden af gewoond. Namelijk Tera, de vader van Abraham, en de vader van Nahor. En zij hebben andere goden gediend. Toen nam ik uw vader Abraham van de overzijde van de rivier en liet hem door heel het land Kanaan gaan. Ik maakte zijn nageslacht talrijk en gaf hem Isaac. En aan Isaac gaf ik Jacob en Esau. Ik gaf aan Esau het Seirgebergte om dat in bezit te nemen. Maar Jacob en zijn kinderen trokken naar Egypte. Toen zond ik Mozes en Aaron. En ik trof Egypte met plagen zoals ik in het midden van dat land gedaan heb. En daarna leidde ik u daaruit. Toen ik uw vaderen uit Egypte geleid had, kwam u bij de zee. En de Egyptenaren achtervolgden uw vaderen met wagens en ruiters tot aan de Schelfzee. Toen riepen zij tot de Heere en hij maakte een duisternis tussen u en de Egyptenaren. En hij deed de zee over hen komen en bedekte hen. En uw ogen hebben gezien wat ik in Egypte gedaan heb. Daarna hebt u vele dagen in de woestijn gewoond. Toen bracht ik u in het land van de Amorieten, die aan de overzijde van de Jordaan woonden. Die streden tegen u, maar ik gaf hen in uw hand. U nam hun land in bezit en ik vaagde hen weg van voor uw ogen. Vervolgens maakte Balak, de zoon van Zippor, de koning van Moab, zich gereed en streed hij tegen Israël. Hij zond boden en liet Bileam, de zoon van Beor, roepen om u te vervloeken. Maar ik wilde niet naar Bileam luisteren. Daarom zegende hij u steeds meer en ik redde u uit zijn hand. Toen u over de Jordaan getrokken was en bij Jericho kwam, streden de burgers van Jericho tegen u. En de Amorieten, de Ferezieten, de Kanaanieten, de Hetieten, de Girgazieten, de Hevieten en de Jebusieten. Maar ik gaf hen in uw hand. En ik zond horzels voor u uit, die hen van voor uw ogen verdreven. Zoals eerder de beide koningen van de Amorieten verdreven werden. Dat gebeurde niet door uw zwaard en ook niet door uw boog. Zo heb ik u een land gegeven waarvoor u zich niet ingespannen hebt en steden die u niet gebouwd hebt en u woont erin. U eet van wijngaarden en olijfbomen die u niet geplant hebt. Nu dan, vrees de Heere. Dien hem in oprechtheid en trouw. Doe de goden weg die uw vaderen gediend hebben aan de overzijde van de rivier en in Egypte en dien de Heere. Maar als het in uw ogen kwalijk is de Heere te dienen
Kies voor uw heden wie u zult dienen. Of de goden die uw vaderen, die aan de overzijde van de rivier woonden, gediend hebben. Of de goden van de Amorieten, van wie het land bewoont. Maar wat mij en mijn huis betreft, wij zullen de Heere dienen. Toen antwoordde het volk en zei, er is geen sprake van dat wij de Heere zouden verlaten om andere goden te dienen. Want de Heere is onze God. Hij is het die ons en onze vaderen uit het land Egypte, uit het slavenhuis heeft uitgeleid. En die deze grote tekenen voor onze ogen gedaan heeft. En ons bewaard heeft op heel de weg die wij gegaan zijn. En voor alle volken door het midden waarvan wij getrokken zijn. De Heer heeft al die volken van voor onze ogen verdreven. Zelfs de Amorieten, de inwoners van het land. Wij zullen eveneens de Heere dienen, want Hij is onze God. Toen zei Jozua tegen het volk, u zult de Heere niet kunnen dienen, want Hij is een heilig God. Hij is een naijverig God. Hij zal uw overtreding en uw zonden niet vergeven. Als u de Heere zult verlaten en vreemde goden gaat dienen, zal Hij zich van u afkeren. Hij zal u kwaad doen en Hij zal u vernietigen, nadat Hij u goed gedaan zal hebben. Daarop zei het volk tegen Jozua, nee, wij zullen voorzeker de Heere dienen. Jozua zei tegen het volk, u bent getuigen voor uzelf, dat u voor u de Heere gekozen hebt om Hem te dienen. En ze zeiden, wij zijn getuigen. Nu dan, doe de vreemde goden weg die te midden van u zijn. En richt uw hart op de Heere, de God van Israël. Het volk zei tegen Jozua, wij zullen de Heere onze God dienen. En wij zullen zijn stem gehoorzamen. Zo sloot Jozua op die dag een verbond met het volk. En stelde het in Sichem voor hen vast, als een verordening en bepaling. Jozua schreef deze woorden in het wetboek van God. Vervolgens nam hij een grote steen en richtte die daarop, onder de eik, die bij het heiligdom van de Heere stond. En Jozua zei tegen heel het volk, zie, deze steen zal voor ons getuige zijn, want hij heeft al de woorden van de Heere gehoord, die hij tegen ons gesproken heeft. Ja, hij zal getuige voor u zijn, opdat u uw God niet verloochent. Toen stuurde Jozua het volk weg, ieder naar zijn erfelijk bezit. Tot zover.
Na de verkondiging zingen wij het Psalm 108, de tekst die jullie op jullie trouwkaart hebben staan. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Dat is het eerste en tweede vers van Psalm 108. De verkondiging zal dus gaan over een stukje uit vers 15. Het stond ook dik gedrukt, staat er nog een keer in afgedrukt. Wat mij en mijn huis betreft, wij zullen de Heere dienen. En het thema voor de preek is, wij zullen de Heere dienen. Ik hoop dat dat een slogan mag zijn in heel jullie leven. Wij zullen de Heere dienen. En bruidspaar, wederzijdse ouders, familie, vrienden, gemeente. Iets meer dan een week geleden stonden jullie hier voor in de kerk, samen met nog 18 andere mensen. Toen was het nog Gerard Hakkenberg met zijn aanstaande vrouw Lydia de Rode. En hiervoor in de kerk zeiden jullie volmondig ja. Eigenlijk zeiden jullie, wij willen de Heere dienen. Dat was jullie intentie. En nu zitten jullie hiervoor in de kerk. Nu is het meneer en mevrouw Hakkenberg. Ik weet niet of je er al aan kan wennen. Een beetje, komt vanzelf. Maar eigenlijk het feit dat jullie hier zitten en straks jullie ja-woord geven, is ook zo'n uiting daarvan. Wij zijn hier, want wij willen samen de Heere dienen. Prachtig. Dat is echt iets waar je als predikant over kunt verheugen. Twee mensen die elkaar uit Gods hand ontvangen, zo zien jullie dat. Elkaar ontmoet, ja, waarin je vee ook niet goed voor is. In gesprek geraakt en veel bij elkaar zien gebeuren. En ook gemerkt dat God in jullie leven werkt. Wat geweldig. Ja, als je zo als man en vrouw kunt beginnen, dan ben je rijk gezegend. En zo mogen jullie starten. Wij willen de Heere dienen. Hier in de kerk, vandaag, maar ook straks in jullie huis aan het Hollegoed. Op jullie werk, het ziekenhuis of een Move Community. In alle dingen. En we mogen dat vandaag heel bewust markeren met elkaar. Dat het leven niet zomaar iets is wat je voor jezelf leeft, maar dat als je iets van de goedheid van God bent gaan zien, dat je dan Hem mag gaan dienen in alles. En dat mag je op een speciale plek doen. Daarom zijn we vanmiddag ook hier in de kerk. Maar het gold ook al eeuwen geleden. Want Jozua die spreekt deze woorden uit op een bijzondere plek. Misschien is het opgevallen. Hij laat ze naar Sichem komen. En je kunt je afvragen, Jozua, waarom laat je dat nou doen? Want zo'n 20 jaar daarvoor is het volk in het beloofde land gekomen. Ze hebben die woestijnreis gehad. Ze zijn alles aan het opbouwen. Dat kost ontzettend veel energie. Jozua zal binnenkort gaan sterven. Hij is het einde van zijn leven. Jozua, kun je deze boodschap niet gewoon even met een brief rond laten bezorgen? Kun je niet gewoon een 100-tal boodschappers erop uitsturen en tegen alle mensen in het volk zeggen, jullie moeten de Heere dienen. En dan kunnen de mensen zeggen, dat doen we ook en dan is het ook goed. Maar Jozua die doet dat niet. Jozua die kiest ervoor om heel het volk, van het noorden, het oosten, het zuiden, het westen, om ze van alle kanten, om ze op deze plek te krijgen. Waarom? Omdat de grote keuzes in je leven, die markeer je. Die doe je niet eventjes onderuitgezakt. En natuurlijk, Gerard en Lydia, jullie zullen vast ook wel eens onderuitgezakt op de bank tegen elkaar gezegd hebben, wat hou ik veel van je. Nou, dat is ook prachtig, dat ziet God ook. Maar zo'n definitieve keuze om als man en vrouw verder te gaan, dat mag wel gemarkeerd worden op een dag als deze. En dan is het hier geen Sichem, maar toch ook bijzonder. Want als je daar in Sichem komt, dan is dat niet alleen maar een praktische reden waarom het volk daar moet verzamelen. Het is niet alleen maar logisch, want het ligt redelijk centraal. Dus ja, daar kan iedereen makkelijk komen. Nee, er speelt nog wat meer. Je hebt daar de Ebal en de Gerizim, twee bergen. En daartussen ligt Sichem. En dat is een plek met historie. Want juist op die plek zijn er hele belangrijke dingen gebeurd in Gods geschiedenis. Een voorbeeldje. Abraham. Abraham die kreeg de belofte van God. Abraham, jij bent hier nu. Je hebt nog geen zoon.
Maar jouw nageslacht zal dit land bezitten. Dat beloof ik je. En op die plek mogen ze komen. Een plek die herinnert aan een God die doet wat hij zegt. Een God die doet wat hij belooft. Ja, Sichem herinnert aan nog meer plekken. En nog meer dingen. Want niet alleen aan Abraham, maar ook aan Jacob. Jacob is er ook eens een keer geweest. En toen Jacob daar kwam, toen zei hij daar bij de eik van Sichem tegen zijn vrouw en zijn kinderen: doe de afgoden weg. Wij willen God dienen. En daarom, hier bij Sichem, maken wij de keuze om afgoden weg te doen. Die terafim, we begraven het. Sichem, een plek die herinnert dus aan Gods trouw, maar ook aan het breken met afgoden. Wegdoen wat je hindert om God te dienen. Ja, en het is nog een reden. Want als je dit boek zou lezen, je komt in hoofdstuk 8, daar lees je dat het volk toen al bij deze berg geweest is. Deze plek geweest is. Het volk had toen Jericho verslagen en Ai. En toen trokken ze kilometers lang het land in, een gewaagde zet. En waren ze hier en dat was een moment van verbondsvernieuwing. Op die plek werd een altaar gebouwd met ruwe stenen. Werd ook een stenen omhoog gericht als herinnering aan wat God gedaan had. Als een markeerpunt. Dit land krijgen jullie van mij, de Heere, jullie God. En in dit land verlang ik dat je mij alleen dient. Want dicht bij mij is het goed. Jozua, die wil graag dat het volk zegt, wij zullen de Heere dienen. Maar dat mogen ze dan gaan zeggen op die plek. Op een plek die herinnert aan Gods trouw, aan het breken met de afgoden, aan wat God al heeft gezegd. Ja, mag de kerk vanmiddag voor ons ook zo'n plek zijn. Kijk, in Sichem had je een eik staan. Je had stenen die rechtop stonden. Er was een altaar. De Ebal en de Gerizim als bergen. Ja, die hebben wij hier in de kerk zo niet. Maar ook hier in de kerk heb je van die symbolen. Hier ligt een Bijbel open. De Bijbel die vertelt dat hij trouw is. Elke zondag klinken de 10 geboden hier. Weet je hoe die beginnen? Ik ben de Heere, uw God, die u bevrijd heeft uit Egypte. Ik ben de God die je bevrijdt, in Jezus zelfs, van de dood, van de zonde. Een teken van Gods trouw. Een teken ook. Geen andere goden naast mij. Blijf dicht bij mij, dien mij. Het avondmaalstel. Binnenkort zijn we het eerst gerechtigd om ook het avondmaal te vieren in het midden van de gemeente. Om daarin te proeven hoe trouw God geweest is en hoe trouw hij blijft. En dat je hem mag dienen. Doopvond. De meeste van ons gedoopt zijn. Dat is een teken van Gods trouw. Hij heeft zijn naam aan jouw naam, aan uw naam verbonden. De knielbank. Die mag herinneren aan vorige week. Maar ook als u misschien wel geknield heeft. Misschien toen je ging trouwen, belijdenis deed, op wat voor moment dan ook. Je knielde voor God. Dingen die herinneren aan hoe God zich aan jou verbindt en hoe hij graag wil dat je dat beantwoordt door hem te dienen en hem lief te hebben. En ik stel me zo voor, als we even dat beeld van Sichem in gedachten nemen, dan zie je dus een heel grote menigte aan mensen. Die twee bergen, die eik, altaar, die steen omhoog. En misschien is er wel een bruidspaar bij. Misschien wel een stel wat net getrouwd is. En die, ja, met alles wat ze mee gaan maken, nu samen mogen komen op zo'n plek waar Gods trouw uitgestald wordt. Dat is toch geweldig. Ja, zo zijn jullie hier eigenlijk ook. Om dit zo te markeren. Want ja, die tekst in de trouwkaart die zegt: o God, mijn hart, jullie hart is bereid. Ik zal zingen, ik zal psalmen zingen, ook zal mijn eer u loven. Prachtig. Zal het indrukwekkend zijn voor een bruidspaar. Maar er zijn meer mensen daar bij Sichem. Misschien was er bij Sichem ook wel een groepje jongeren. Die stonden daar, waren er nooit geweest, zijn pas later geboren. Ze weten eigenlijk niet goed, ja, wat moet ik daar nou van vinden? Wat zegt dit? Iets verderop staat een moeder. Het is ze dankbaar. God gaat toch door met zijn werk, met alles wat er gebeurde. Maar iets verderop staat een andere moeder die verdrietig is. Omdat kinderen de afgoden dienen. Verderop staat een stoere kerel. Verdrietig.
Want ja, 20 jaar daarvoor had hij gezegd, ik ga ook God dienen. Maar wat heeft hij in afgoden gediend? Ingewikkeld kan dat zijn. Nee, als je kijkt bij dat volk wat daar staat bij Sichem, dan zie je vooral verdrietige gezichten en bedrukte gezichten. Want dat blijkt uit het hoofdstuk ook, heel veel mensen zijn de afgoden gaan dienen. Ze hebben het 20 jaar daarvoor gezegd, ja, wij zullen de Heere dienen. Maar nu we hier komen, oei, wat hebben we ervan gemaakt? In die zin is Sichem een spiegel voor mensen, voor ons. Maar het is ook een gelegenheid. Jozua roept het volk er naartoe. Waarom? Zodat niet alleen hij en zijn gezin, maar zodat heel dat volk, iedereen die erbij is, ook opgeroepen wordt om ook de Heere te dienen. Maar wat mij en mijn huis betreft, wij zullen de Heere dienen. En eigenlijk is dat een oproep waarin wij worden uitgenodigd om bij te vallen. Zeggen wij dat ook? En jullie willen dat zeggen. Jullie zijn hier. Jullie willen een ja-woord geven. Ja, dit is wat wij gaan doen. En dan mogen wij het bijvallen. En ik hoop dat u en dat jij het vanmiddag bijvalt en zegt ja. Te midden van alles wat ik moet doen. Mijn huis moet schoon. Mijn werk moet gedaan worden. Ik moet hier op letten, daar gaat mijn aandacht naar uit. Mijn opleiding, mijn werk. Maar dit wil ik. En ik hoop dat dat zo bij ons van allemaal van binnen leeft. En wat is dat mooi. Maar, kan ook moeilijk zijn. Want ik zei al, dat volk liep er tegenaan dat die afgoden veel aantrekkelijker waren. De meesten dienden de afgoden. Ja, het is mooi om op een gegeven moment, op een bijzonder moment te zeggen, ja, ik wil de Heere dienen. Ja, dat doe ik met heel mijn hart. Maar dan de praktijk. En waar zullen jullie over 20 jaar staan? En wij allemaal? Zullen we dan op het punt staan te zeggen, ja, we dienen nog steeds de Heere? Of is het in de afgelopen 10, 20 jaar ook lastig geweest? Hoe zal het morgen gaan en overmorgen? En als één ding duidelijk is, wij redden het van onszelf niet. En daarom vind ik het zo mooi dat jullie straks ja mogen zeggen, maar dat jullie opnieuw op de knielbank mogen. Vorige keer om de beurt, nu samen. Want dat knielen, dat is dat je jezelf klein maakt voor God. Dat is dat je daarmee zegt, Heere, wij willen ergens wel u dienen, want wij hebben iets van uw genade en van uw trouw gezien. Maar wij redden het in onszelf niet. En daarom, Heere, wij knielen voor u. Wilt u het ons geven? Wilt u ons zegenen? Ja, en dan mag je heel veel verwachting hebben. Want ik noemde net al een aantal bijzondere momenten in Sichem. Maar dat was dan voor die mensen in het verleden. Maar als je vanuit dat punt, Jozua 24, naar voren gaat, dan vertelt de Bijbel ons van iemand. Van wie de Bijbel zegt, en hij moest door Samaria gaan. En dan komt hij in Sichar, dan komt hij in Sichem. En ontmoet hij daar een vrouw. Een Samaritaanse vrouw die midden op de dag water kon putten. Een vrouw die haar leven wil vullen met, ja, met mannen. Maar die ontmoet daar Jezus. En die maakt haar duidelijk, waar je ook naar dorst in je leven. Ik ben de vervulling. Die Jezus, die wil de dorst van ons mensen lessen. Door zelf naar het kruis te gaan. Door zelf zijn leven te geven. Nog voordat wij naar hem zochten, zocht hij ons. Wat een genade. En dan mag je dus verwachting hebben. En dan mag je ook juist in dit gedeelte het trouw van God opmerken. Want ik weet niet hoe je dit hoofdstuk gelezen heeft. Het was best wel een lang stuk, toch? Maar Jozua die vertelt in het eerste gedeelte niet gelijk, jullie hebben afgoden, dat is fout. Maar hij gaat eerst wel 17 keer vertellen, 17 keer ik zeggen, namens God. Hij wil dat het volk wat daar is, ziet wie de Heere is. En 3 vers als voorbeeld. Vers 3. Toen nam ik, God dus, uw vader Abraham van de overzijde van de rivier en liet hem door heel het land Kanaan gaan. Ik maakte zijn nageslacht talrijk en gaf hem Isaac. Vers 5. Toen zond ik Mozes en Aaron en ik trof Egypte met plagen, zoals ik in het midden van het land gedaan heb. En daarna leidde ik u daaruit. Vers 8. Toen bracht ik u in het land van de Amorieten, die aan de overzijde van de Jordaan woonden. Die streden tegen u, maar ik gaf hen een nieuw hand.
U nam hun land in bezit en ik vaagde hen weg van voor uw ogen. Wel 17 keer staat in dit hoofdstuk het woordje ik en dan slaat het op God. Jozua die zegt op dit punt, zegt, beste mensen, wij komen hier op dit punt en wij worden opgeroepen om hem te dienen. Maar zullen we alsjeblieft niet te veel kijken naar hoe wij God kunnen dienen, zullen we alsjeblieft als houvast kijken naar hem. Die zegt, ik ben trouw, ik ben genadig, ik ben liefdevol, ik ben goed. Het is Gods goedheid. Ja, als jullie houvast zoeken om God te dienen, kun je natuurlijk kijken naar de tekst die ik Lydia meegaf. Einde van Psalm 100. Kunt u kijken naar Psalm 108 en die van harte zingen. Maar kun je ook dit hoofdstuk nog eens lezen. Dat Gods trouw, wat uiteindelijk zichtbaar geworden is in Jezus. Dat dat onze houvast is. Dat God zo goed is dat hij zijn zoon gaf. Zijn genade bewees. Ja, Jozua die vertelt dus tegen die mensen die daar staan hoe goed God is. En dan komt het appel. Vers 14. Nu dan, als God zo is en durf het eens te ontkennen. Vrees de Heere, heb respect voor hem. Dien hem in oprechtheid en trouw. Doe de afgoden weg die uw vaderen gediend hebben aan de overzijde van de rivier en in Egypte. En dien de Heere. Geef God dan ook echt de hand. Geef hem je hart. En doe die afgoden weg. Ja, want je hebt thuis die afgoden staan. Hier kun je misschien wel zeggen, ik wil de Heere dienen. Maar thuis? Nee, dien de Heere. Dien hem als hij zo is. Je moet hem niet dienen omdat jij zo goed bent. Niet dienen omdat jij dat alleen maar zo fijn vindt. Je mag hem dienen omdat hij keer op keer bevestigt dat hij trouw is. Dat is wat God vanmiddag tegen ons zegt. Dien hem. Omdat hij in de Heer Jezus zo trouw is. Ja, en als je dan zegt, dat wil ik niet. Ja, dan maakt het ook niet uit. Zegt vers 15. Maar als het in uw ogen kwalijk is de Heere te dienen. Als je dan de Heer niet wil dienen. Ja, kies dan heden wie u zult dienen. Dan maakt het ook niet uit. Of de goden van uw vaderen, die aan de overzijde woonden van de rivier. Of de goden van de Amorieten. Ja, of je nou God A dient dan, of God B of God C, dat maakt dan allemaal niks uit. Kies dan maar wat je wilt. Maar wat mij en mijn huis betreft, wij zullen de Heere dienen. In die tijd was de gedachte, je moet zoveel mogelijk goden dienen, want hoe meer goden jij had, hoe sterker je stond, hoe meer voorspoed je kon verwachten. Maar hier zegt Jozua, dat is onzin. Het is of die goden, en dat maakt allemaal niks uit wie het is, of de Heere. En hij zegt, en wat jullie ook doen, maar wat mij en mijn huis betreft, wij zullen de Heere dienen. Ja, Gerrit en Lydia, steeds meer mensen in Nederland zeggen, God dienen? Geen zin in dat. Misschien kom je mensen in je buurt tegen, hetzelfde appartementencomplex. Zeg je, eerst trouwen. En dan samen? En belijdenis doen? En op zondag ga je weer naar de kerk? Nou, dat is toch raar. En misschien kom je wel steeds meer van dat soort mensen tegen. En hoe makkelijk kan dat invloed hebben? Als de Heer jullie de kinderzegen geeft, als je je kinderen wilt opvoeden met de Heer. Dat je misschien mensen hebt die zeggen, nou, met God leven. Jozua die zegt, ik zie die mensen om me heen, die vinden het allemaal ingewikkeld. Maar wat heb je dan nodig? Dat je zoveel bent gaan zien van God, dat je net als Jozua kan zeggen, maar wat mij en mijn huis betreft, wat jullie ook doen, wat jullie ook zeggen, als zou de hele familie zeggen, we doen het niet meer, wij zullen de Heere dienen. Iets van die vastberadenheid. En als dat niet lukt, moet je altijd terug naar zijn trouw. Ja, het volk is onder de indruk van die woorden van Jozua. Tjonge, je leest de reactie in vers 16 tot en met 18. Wij zullen inderdaad geen andere goden dienen, want de Heer is onze God. Hij heeft inderdaad wonderen gedaan, Jozua, je hebt gelijk. We zullen hem echt dienen, hij is onze God. Ja, dat is toch mooi? Dat is toch prachtig? Als niet alleen Gerard en Lydia vanmiddag zeggen, wij zullen de Heer dienen, maar dat we dat allemaal zeggen. Ik zeg, ja, dat wil ik ook. Wij zullen de Heer dienen. Wij maken die keus.
Dat is toch prachtig, dat wil je als dominee in de kerk toch horen? Dat is niks moois dan dat, toch? Maar zo reageert Jozua niet. Het eerste wat Jozua zegt in vers 19 is: u zult de Heer niet kunnen dienen, want hij is een heilig God. Hij is een naijverig God. Nou zeg, stel je voor dat jullie straks ja zeggen, jullie ja-woord geven, en voordat jullie dan mogen knielen, zeg ik, nou dat gaat toch niet lukken. Nou, dat is toch ook niet aardig? Waarom doet Jozua dat? Waarom zegt hij dat? Ingewikkeld. Hij laat daarmee merken, zeggen is niet genoeg. Hij laat daarmee merken, je kunt meegenomen worden op dit bijzondere moment en zeggen, ja, dit wil ik. Maar Jozua zegt, als je nou ja zegt, dan mag dat ook wat kosten dus. Dat betekent dat ook als niemand je ziet, dat je dat dan doet. Dat betekent ook dat je dus de afgoden in je achtertuin wegdoet. Dat de dingen dus weg moeten, zegt vers 23. Doe dan die vreemde goden weg die te midden van u zijn. En richt uw hart op de Heere, de God van Israël. Ja, als dat dan wil, laat dat dan ook maar zien in je leven. Het is prachtig om het te zeggen. Maar wat is het belangrijk om het vol te houden. En ik hoop van harte dat we allemaal, niet alleen Gerrit en Lydia, maar wij allemaal vanmiddag hier zijn. Met in ons hart een verlangen. We komen misschien vanuit andere delen van het land. Ieder een eigen levensfase doorlopen. Maar dat we toch zeggen, ik en mijn huis, we zullen de Heer dienen. Ik en mijn vrouw, ik en mijn man, ik en mijn kinderen, ik en mijn ouders, ik en mijn gemeente. Ook al kiest de hele wereld anders, wij zullen de Heer dienen. Ja, en trek het naar breder. Ik en mijn auto, wij zullen de Heer dienen. Ik en mijn telefoon, wij zullen de Heer dienen. Ik en mijn bankrekening, wij zullen de Heer dienen. Ja, zo wordt het verbond gesloten. Daar sluit het hoofdstuk mee af. Ze zeggen verschillende keren, wij zullen dat echt doen, Jozua. Wij geven echt ons ja-woord. En, de Heer, en dan zegt Jozua, ik zet een steen overeind. Die is getuige. Die bergen die waren er al, die eik die stond er al. Het altaar was er al. Die andere stenen ook. En nu zet ik nog een steen erbij. Deze steen, als je die ziet, is het een getuige. Dat jullie gezegd hebben, wij zullen de Heere dienen. Ja, die steen als een herinnering. Ja, ik weet niet of jullie vanuit Italië nog stenen mee willen nemen naar Nederland. Nou ja, het zal misschien wel iets moois zijn. Maar je zou natuurlijk ook de tekst, bijvoorbeeld boven de bank zo, die terrakleurige muur. In het Engels ook wel mooi, wij zullen de Heere dienen. Of as for me and my house, we'll serve the Lord. Nou ja, hoe je jezelf er ook aan wil herinneren. Ik hoop dat vanmiddag voor u allemaal het een Sichem-moment is. Dat je bent op een plek waarvan je beseft, God is er. Hij is trouw. En daar moet ik vaak naartoe. Want hier staan misschien niet speciaal stenen omhoog gezet. Maar er ligt een Bijbel open. Een avondmaalstel. Een doopvond. Een knielbank. Of in andere gemeenten zal het ook zo zijn. Kom veel naar de kerk. En bedenk dan. Wij. En dan bijzonder jullie. Gerard en Lydia Hakkenberg. Wij zullen de Heere dienen. Amen.
Laten we samen lezen uit het huwelijksformulier. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, voor de overheid als dienares van God, is het huwelijk van Jacob Gerard Hakkenberg en Alida Gerarda de Rode gesloten. Het is goed dat het huwelijk van de gelovigen ook in de samenkomst van de gemeente wordt bevestigd en dat Gods zegen erover wordt gevraagd. Daarom zijn we hier als gemeente bijeen. God zegt ons in zijn woord dat hij man en vrouw geschapen en voor elkaar bestemd heeft. Hij heeft het huwelijk gegeven als een gave en opdracht en zijn zegen erover beloofd. Want God onze Vader, die alles schiep, schiep de mens naar zijn beeld. Hij zei, het is niet goed dat de mens alleen is. Ik zal een hulp voor hem maken als iemand tegenover hem. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten. En zij zullen tot één vlees zijn. En God zegende hen en God zei tegen hen, wees vruchtbaar, word talrijk. Overeenkomstig dit woord is het huwelijk een totale levensgemeenschap van één man en één vrouw, die aangegaan wordt voor het leven. Zij zijn in unieke zin verbonden aan elkaar, vormen samen een eenheid en zijn wederzijds verantwoordelijk. Om die hechte eenheid voor ieder duidelijk te laten zijn, wordt het huwelijksverbond ook officieel en in het openbaar gesloten en kerkelijk bevestigd. Het huwelijk als goede gave van God is door de zondeval geschonden. Maar God, die zeer barmhartig is, heeft het huwelijk in stand gehouden en zijn zegen laten voortduren. Daarom heeft onze Heer Jezus Christus het huwelijk als instelling van God geëerd door aanwezig te zijn op de bruiloft te Kana en door het wonder dat hij daar verrichtte. Ook heeft hij de verbreking van het huwelijk veroordeeld toen hij zei, dus wat God samengevoegd heeft, laat de mens dat niet scheiden. Het is Gods bedoeling dat man en vrouw elkaar voor altijd trouw blijven. In de brieven van de apostelen wordt over het huwelijk gesproken als een gave van God, die geheiligd wordt door het woord van God en door het gebed. Paulus noemt de eenheid in het huwelijk een groot geheimenis. Dat betrekt hij op de eenheid tussen Christus en zijn gemeente. We moeten het huwelijk dan ook niet lichtvaardig aangaan, maar wel overwogen, eerbiedig en dankbaar, in de vreze des Heren. De gemeenschap voor heel het leven mag een vreugde zijn, waarin man en vrouw in trouw elkaar liefhebben en toegewijd en hulpvaardig voor elkaar leven. Door de zonde ondervinden ook de gehuwden veel tegenslag en verdriet. Toch mogen zij op grond van Gods beloften ook in moeite en zorgen zeker zijn van de goedheid en hulp van de Heere. De bedoeling is in de eerste plaats dat man en vrouw in oprechte liefde aan elkaar verbonden zijn en daarom elkaar in vreugde toebehoren. Elkaar trouw zullen helpen in alles wat tot het tijdelijke en eeuwige leven behoort. De bedoeling is in de tweede plaats dat door het huwelijk het menselijke geslacht en ook de kerk wordt voortgezet. Dat de ouders, wanneer kinderen aan hem worden toevertrouwd, die kinderen zullen opvoeden en voorleven in de kennis en dienst van de Heere. Samen zullen zij in het huwelijk trouw leven overeenkomstig de wil van God, met een goed en gerust geweten. En hun lichaam, dat een tempel van de Heilige Geest is, niet verontreinigen. Vandaag sluiten jullie als man en vrouw een huwelijksverbond. Daarmee spreken jullie uit dat jullie, overeenkomstig het evangelie van Jezus Christus, elkaar in liefde zullen toebehoren en elkaar trouw zullen helpen. In de schrift wordt dit verbond vergeleken met de relatie tussen Christus en zijn gemeente. Christus als het hoofd van zijn gemeente heeft zich in liefde voor haar overgegeven. Zo behoort ook de man zijn vrouw lief te hebben en zich ten goede voor haar in te zetten. De gemeente als het lichaam van Christus heeft in eerbied haar Heere lief. Zo behoort ook de vrouw haar man respectvol lief te hebben en zich ten goede voor hem in te zetten. Zoals de apostel Paulus schrijft, gelijk de gemeente onderdanig is aan Christus, zo ook de vrouw aan haar man. Zij zullen elkaar hoog achten en voor beide geldt, wees elkaar onderdanig in de vreze Gods. Samen zullen jullie zoeken naar de wil van God voor jullie leven. Samen zullen jullie trouw en met toewijding je taak verrichten en zorgen voor jullie gezin.
Samen zullen jullie de kinderen, indien u die worden toevertrouwd, voorgaan in een leven met God en zijn gemeente. Jullie zullen deel zijn van een groter geheel. Ten opzichte van kerk en samenleving hebben jullie de roeping om als een hechte eenheid naar buiten te treden. Besef dat jullie erfgenamen zijn van de genadegaven van het leven. Wees vergevensgezind en leef samen in wijsheid, omdat je gebeden tot God niet worden verstoord. Van de gemeente mogen jullie verwachten dat zij voor jullie zal bidden en jullie zal ondersteunen als de tijd en omstandigheden naar aanleiding toegeven. Wil ik jullie vragen om van jullie zitplaatsen op te staan. En dan mogen jullie elkaar de rechterhand geven. Jacob Gerard Hakkenberg, verklaar je hier voor God en zijn gemeente dat je genomen hebt en neemt tot je vrouw Alida Gerarda de Rode. En beloof je dat je haar nooit zult verlaten in goede nog kwade dagen, in rijkdom nog armoede, in gezondheid nog ziekte, totdat de dood jullie zal scheiden. En beloof je dat jij je in liefde voor haar zult inzetten, dat je heilig met haar zult leven, trouw in alle dingen, zoals het evangelie dat vraagt. Wat is daarop uw antwoord? Ja. Alida Gerarda de Rode, verklaar je hier voor God en zijn gemeente dat je genomen hebt en neemt tot je man, Jacob Gerard Hakkenberg. En beloof je dat je hem nooit zult verlaten in goede nog kwade dagen, in rijkdom nog armoede, in gezondheid nog ziekte, totdat de dood jullie zal scheiden. En beloof je dat jij je in liefde voor hem zult inzetten, dat je heilig met hem zult leven, trouw in alle dingen, zoals het evangelie dat vraagt. Wat is daarop uw antwoord? Mooi, gaan we nu met elkaar zingen. Psalm 134, vers 2. Tijdens het zingen van deze psalm mogen jullie knielen. Jullie blijven geknield tot de straks staande met elkaar zingen. Psalm 134, vers 3. God de Heere heeft jullie samengevoegd. Hij heeft jullie door zijn genade tot deze heilige staat van het huwelijk geroepen. De Vader der barmhartigheid verbinden jullie met zuivere liefde en trouw. Vervullen jullie met zijn genade en geven jullie zijn zegen. Zo heeft God jullie dan samengevoegd als man en vrouw. En wat God samengevoegd heeft, scheiden de mens niet. Amen.
Gerard en Lydia. Namens onze Pnielgemeente mag ik jullie van harte feliciteren met jullie huwelijk. Er is al eerder gerefereerd door de dominee. Hè? Vorige week stonden jullie hier ook vooraan. Toen in een dienst waarin jullie belijdenis mochten doen. Wat mooi ook om in deze volgorde jullie gezamenlijke levenspad vorm te geven. Eerst samen uitspreken God te willen volgen in je leven. En vervolgens vandaag jullie huwelijk, waarin je naar elkaar een belofte van trouw uitspreekt. En daarbij ook de zegen van God ontvangt. Als gemeente schenken wij jullie deze huwelijksbijbel. Niet omdat wij in de veronderstelling waren dat jullie geen bijbel zouden hebben. Maar als zichtbaar teken dat je niet alleen de toekomst in hoeft. Dat God zijn zegen wil blijven geven. God wil met je meegaan en je dagelijks leiden vanuit zijn woord. Ik hoop dat de boodschap van de Bijbel richting zal blijven geven aan jullie leven. In de Bijbel kan je dankbaarheid leren in tijden van voorspoed. En kan je troost vinden in tijden van tegenspoed. Verder geven we jullie geen twee Bijbels, maar één voor jullie samen. Gebruik hem dan ook samen. Neem er de tijd voor om ook in jullie huwelijk samen met Gods woord bezig te zijn. En je zult ontdekken dat het jullie leven zal verdiepen. Samen lezen, samen bidden, samen leven tot eer van God. Ik hoop dat jullie leven vervuld zal zijn van Gods genade. Als dat het geval is, dan krijg je huwelijksleven echt inhoud. Kan je tot zegen zijn voor elkaar. Kan je tot zegen zijn voor onze gemeente. En kan je tot zegen zijn voor de wereld om je heen. Nogmaals, van harte gefeliciteerd. God zegen. Zullen we samen God danken. Barmhartige God en Vader, u hebt Gerard en Lydia tot elkaar gebracht en hen door de band van het huwelijk verenigd. We danken u voor de zegen die zij van u ontvangen op deze dag. En we bidden u dat zij onder uw hoede samen door het leven mogen gaan. Wil hun de genade geven dat zij door de liefde van Christus steeds meer naar elkaar toegroeien, verbonden in de eenheid van het ware geloof. Schenk hen de kracht van uw Heilige Geest, opdat zij als man en vrouw in hun gezin leven naar uw goddelijke wil. Verleen hun uw gunst om, als het u belieft, kinderen aan hen te geven, die op te voeden naar de eis van uw verbond, in de onderwijzing, tucht en liefde van Christus. Heilig de band die hen verenigt, tot zegen voor henzelf, tot opbouw van de gemeente, tot een getuigenis voor anderen en tot eer van uw heilige naam. We bidden u ook voor mensen die elkaar eens als een geschenk uit uw hand ontvingen. Dat ze in liefde trouw mogen blijven en elkaar telkens opnieuw mogen ontdekken en herkennen. We bidden u voor mensen die het gaandeweg moeilijk met elkaar hebben gekregen. Dat zij elkaar mogen terugvinden. We bidden voor allen die van elkaar gescheiden zijn geraakt. En voor hun kinderen. Hou hen vast in uw trouw en liefde, zodat verbittering geen plaats krijgt. Geef kracht en sterkte in alle moeite. We bidden u, Heere, voor weduwen, voor weduwnaren, voor wezen. Bewaar hen voor eenzaamheid en opstandigheid. Vertroost hen door uw nabijheid. We bidden u voor mensen die alleen gaan. Wil hen zegenen met een leven ten dienste van u en tot zegen van velen. Geef ons allen, gehuwd of ongehuwd, uw genade, omdat wij elkaar kunnen dienen als een afglans van uw liefde en uw trouw. Ga zo met ons mee
ook op deze dag. Verhoor onze gebeden en aanvaard onze lof en dank door Jezus Christus, onze Heere, die ons heeft leren bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Gaan we met elkaar zingen uit Psalm 62, vers 1 en 5. Onder het voorspel zullen uw gaven worden ingezameld. Mogen we vanmiddag ook ons geloof belijden. En vervolgens zingen we, zo mogelijk staande, lied uit Weerklank. Ga met God en Hij zal met je zijn. Dat naar de geloofsbelijdenis. En ik dacht voor de geloofsbelijdenis, misschien wel mooi om
iets wat jullie hebben mogen leren voor de aannemingsavond te gebruiken. Het zondag 1, vraag en antwoord 1 van de catechismus. Wat is uw enige troost, zowel in leven als in sterven? Het antwoord, dat ik met lichaam en ziel, zowel in leven als in sterven, niet mijzelf toebehoor, maar het eigendom ben van mijn getrouwe heiland, Jezus Christus. Hij heeft met zijn kostbaar bloed voor al mijn zonden volkomen voldaan en mij uit alle heerschappij van de duivel verlost. Hij waakt met zoveel zorg over mij, dat zonder de wil van mijn hemelse Vader geen haar van mijn hoofd kan vallen. Ja, zelfs dat alle dingen mij tot mijn heil moeten dienen. Daarom verzekert hij mij ook door zijn Heilige Geest van het eeuwige leven en maakt mij van harte bereid om voortaan voor hem te leven. Amen. Ontvangt u binnen de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.